Hier in Huizen gaat het vandaag eventjes over het geloof. Want nu er aan de stoelpoten wordt gezaagd van het laatste stukje houvast van vele mensen door het scheppingsverhaal in twijfel te trekken, vonden de predikanten van de gereformeerde kerk het welletjes en belegden een geheime bijeenkomst hier in kerkelijk centrum, het Visnet. U komt ook stiekem doen? Ja, nee. Is het hier geheim? Nee, het is hartstikke openbaar. Echt niet openbaar? Nee, goed. Ik ga naartoe, vind je het goed? We mogen er niet bij zijn. Nee, nou ja, het verschil tussen u en mij. U gaat ook hier naar binnen, begrijp ik. Wat erg dat dit nodig is, hè? Nou, ik ga graag naar binnen. Het is een hele spannende dag, begrijp ik, hè, vandaag? Wat heet spannend? Ja, best wel. Maar... Geheime bijeenkomst, begrijp ik. Jullie weten het al, dus het is geen geheim meer. Wij mogen er niet bij zijn. Zou je het willen? Nou ja, maar ik vraag me vooral af waarom dat geheim is. Weet u dat? Ik denk gezien het onderwerp waar het over gaat. Ja, want waar gaat het over? Het gaat over schepping en evolutie. Of evolutie en schepping. En omdat het geheim is, denk ik dat we het daar maar eventjes bij moeten laten. Is het erg dat zo'n laatste stukje houvast wankelt nu? Nou, ik geloof niet dat dat de laatste stukje houvast is. Het is een fundamentele Bijbelse lijn. En ik heb ook niet het idee dat dat wankelt. Maar ik denk dat we met elkaar mogen nadenken over hoe je dat in deze tijd ook kunt doorvertalen. Want het gaat er dan over. Is de wereld wel in 6 dagen geschapen of niet? Heeft God het wel gedaan? Nou, dat zijn onder andere relevante vragen die nog niet eens zozeer ter discussie staan van of dat zo is, maar hoe je dat uitlegt. Nou, wij gaan nu naar binnen. We zijn een beetje laat, dus ik hoop dat jullie ons gelegenheid geven om dan naar binnen te gaan. Wat denkt u daarvan? 6 dagen? Goed, de predikanten zijn nogal moeilijk aanspreekbaar. Wie wel goed aanspreekbaar is, is professor Herman Philipsen. Hij is hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en geeft onder meer colleges over wetenschap versus godsdienst. Kortom, de juiste man met het juiste tegengeluid. Meneer Philipsen, de predikanten praten vandaag in besloten kring over evolutie en het scheppingsverhaal. Wat is uw gedachte daarover? Ik denk dat het scheppingsverhaal een mythe is, dat wij dat zo moeten beschouwen. En dat de evolutietheorie een van de best bevestigde theorieën in de wetenschap is. Er zijn ongelooflijk veel empirische gegevens die de evolutietheorie ondersteunen en niets wat hem weerspreekt. Natuurlijk is het ook een onderzoeksprogramma, dus er zijn ook dingen die nog openstaan. Maar er zijn in elk geval betrouwbare onderzoeksmethodes en die heb je volgens mij als christen eigenlijk niet ter beschikking. Nou, voor mij persoonlijk zijn er geen vragen. God heeft de wereld geschapen en het is in 6 dagen gebeurd. Ook als de wetenschap anders bewijst? Ja, goed. Ik denk dat de wetenschap wel eens een beetje te veel pretenties heeft. U denkt dat de wetenschap staat niet boven het geloof? Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. En de wetenschap heeft in die zin gaat verder dan wat zij op andere punten zeg maar formeel zou mogen doen. Zij overstijgt haar eigen positie. Ja, dat kan emotioneel gezien wel zo zijn. Maar is het ook wat betrouwbaarheid van de kennis die het geloof pretendeert te hebben zo? En zoals gezegd, er zijn geen betrouwbare onderzoeksmethodes. Openbaringen ontvangen, dat is erg onbetrouwbaar. De katholieke paus vindt dat de openbaring in Christus de laatste is. Dus dat alle andere openbaringen van de moslims en van de mormonen, dat geen echte openbaringen zijn. Dus de paus is van mening, en misschien deze protestanten ook wel, dat hun openbaring de enige echte is en alle andere onwaar. Dat is een heel gek standpunt. Ik denk dat dat moeilijk te verdedigen is. Mag ik even vragen wat uw gedachten zijn over wat hier besproken wordt vandaag? Nou, ik hoop dat een goede bespreking hebben. Maar eens even een keer de zaken eens goed onder ogen nemen. Het is wel nodig, hè? Ja, het is heel goed, denk ik, om dat te doen, om dat te doordenken. Ja. Gaat goed mis? Nou, dat wil ik niet zeggen, maar het is wel goed om het weer even te doordenken. Dat is wel heel goed. Hoe denkt u erover? Nou ja, ik ga eerst naar u luisteren. Maar die zes dagen eventjes, is dat in 6 dagen geschapen de wereld? Nou ja, het is 6 dagen staat er en dan vraag je weer van, hoe lees je dat? Zijn dat perioden of zijn het inderdaad concrete dagen? Dat is even de vraag. Maar hoe denkt u daarover? Ik ben daarmee aan het oriënteren, dus dat kan ik nog niet zeggen, maar ik denk daarover. Snapt u wel de paniek die er bij hun toeslaat? Ik bedoel, er is niet voor niets nu zo'n besloten bijeenkomst. Ja, ik heb ook medelijden met ze. Ik snap de paniek. Het probleem is namelijk dit. U heeft medelijden met ze? Ja, eigenlijk wel. Want, kijk, waarom?
Omdat mensen zich wat hun levenszekerheden betreft op de Bijbel verlaten. En wat gebeurt er dan als wetenschappelijke resultaten die Bijbel twijfelachtig maken? Nou, dan kun je als gelovige drie dingen doen. En die zijn allemaal problematisch. Je kunt zeggen, de Bijbel heeft gelijk en de wetenschap niet. Maar dan plaats je je totaal buiten de moderne wereld. Wij vertrouwen voortdurend op de wetenschap en met recht. Of je zegt, de wetenschap heeft gelijk en de Bijbel niet. Maar ja, dat wil je ook niet. Of je zegt, we gaan de Bijbel herinterpreteren. En daar gaat het eigenlijk over, nu, bij de gereformeerde bond. Kunnen we niet dat scheppingsverhaal zo herinterpreteren dat het verenigbaar wordt met wetenschap? Maar het probleem van die houding is dat de wetenschap dan de agenda levert voor het herinterpreteren van de Bijbel. En dat er misschien op een goed moment niks meer van overblijft. Dus ik zie al die problemen als volstrekt onoplosbaar. En daarom dus een sombere toekomst? Nou ja, ze zullen het misschien wel een beetje volhouden, sommigen. Ik hoop dat ze vrolijk blijven bij al hun vergaderen. Maar ik denk dat het intellectueel onoplosbaar is wat ze willen.